Peter Maas, we hebben zaterdag een veldslag verloren, maar niet de oorlog. Nee, we hebben gecreëerd van tevoren dat we nog altijd 3 en 4 punten voor staan. Op ons dichtstbijzijnde achtervolgers. Kwaliteit van de wedstrijd was ook niet zo slecht. Dus ik denk dat wij die wedstrijd gedomineerd hebben. Alleen zijn wij denk ik op bepaalde fases, en dan spreek ik over stilstaande fases, niet slim genoeg geweest. En zijn we een beetje te hotijn geweest in datgene wat er gebeurt zonder bal. Hoe beginnen we aan de wedstrijd tegen Oostende? Dat is een vraag die je altijd wel kan stellen, hè, voor elke wedstrijd. Ik denk altijd op dezelfde manier. We weten waar we uit kunnen. We weten dat we op Eupen van minuut 5 direct het heft in handen hebben genomen. Dat wij het spel hebben willen maken. En dat gaan we niet anders doen in Oostende. Ik zag aan de spelers dat de ontgoocheling zaterdag zeer groot was. Dat betekent dat de motivatie nog altijd top is. Ja, ontgoocheling denk ik wel in hunzelf. Hoe dom dat ze dat resultaat hebben weggegeven. Vooral ja, als je die match 0 over de streep trekt, ja, dan speel je die finale. En nu is er nog alles mogelijk. Hè. En het zal bepalend zijn in de wedstrijd Oostende en Beerschot thuis hier. Of we die finale nog gaan spelen.